En dat betekende dat ook de leden van de harde kern, symbolisch verkleed als sporthelden, voor het eerst op de nieuwe tribune mochten plaatsnemen. Hoewel de supporters nog wel even moeten wennen, zijn ze vooral positief. Ja, absoluut. We zijn in de sprong een keer door de tribune heen gezakt. Dus dit is in dat opzicht zeker een vooruitgang. Je merkt alleen wel, het is heel groot, dus het kost heel veel energie om er echt sfeer in te krijgen. Maar ik denk dat dit voor zowel spelers als supporters, voor iedereen echt top is. Het is nog wel even wennen, want we staan nu echt op een hoekje. En eerst stonden we echt allemaal bovenin. En als je lawaai maakte, dan hoor je dat ook echt op de tribunes. Dus we moeten nog even kijken, we hebben die trommels, dus kom maar goed. Is het gelukt om een beetje een leuke sfeer hier in de hal te creëren? Ik denk het wel. Zeker met de nieuwe trommels die we hebben, die genoeg herrie maken. En het zat mooi vol, dus dat was helemaal goed. En ik denk dat we met z'n allen ons long uit ons lijf hebben geschreeuwd. En dat heeft geholpen. KZ won de wedstrijd tegen DOS 46 overtuigend met 32-27. Reden om ook de nieuwe kantine eens goed in te wijden. Nou, we gaan een mooi feestje bouwen. En lekker dansen en losgaan met z'n allen. En die nieuwe kantine die helpt er wel bij. Ja, zeker. Veel beter.